Tim Hofman heeft met zijn boos documentaire over het seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van Three Voice of Holland kwaad bloed gezet bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld bij het kamp van Ali B. Iemand uit dat kamp heeft tien jaar oude beelden verspreid van Tim's tijd bij het programma Spuiten en Slikken. Het AD pakte dat filmpje gretig op. Tim Hofman, zelf in opspraak om eerdere vrouwonvriendelijke teksten, kopte de krant. Het heeft kwaad bloed gezet bij veel mensen, omdat het AD net deed alsof dit onschuldige filmpje van Tim ook maar enigszins in verhouding staat met wat er naar buiten is gekomen over Three Voice. Later werd het stuk aangepast. Ook Angela de Jong, de opperdiva van de krant, is boos. Ja, daar baalde ik natuurlijk gigantisch van. Ik kende het filmpje al sinds vrijdag. Toen werd het me door verschillende mensen toegestuurd, maar ik dacht, hallo, dit is toch van een heel andere orde, vertelt ze in spraakmakers op NPO Radio 1. Angela vindt het filmpje reuze meevallen. Natuurlijk is het een filmpje waarvan hij ook zal denken, shit dat dit nu net naar boven komt, shit dat ik dit heb gedaan tien jaar geleden, maar dit is geen machtsmisbruik. Heeft ze haar AD-collega's boos toegesproken? Ik was afgelopen weekend redelijk uitgetuned, dus ik zag het pas heel laat. Anders had ik zaterdag ook wel aan de bel getrokken bij mijn collega's van, waarom doen we dit zo? Wat was de reden om het te doen? Omdat hij met excuses kwam. Nou ja, dat kan. Dan ontstaat er een nieuwe dynamiek in zo'n verhaal, de gedachte bij mijn hoofdredacteur was ook, leg het maar uit aan mensen dat dit anders is. Presentatrice Guilaine placht, ja, maar dat was de eerste strekking van dit verhaal niet. Angela, ja, dat was echt ongelooflijk stom. Je zakt natuurlijk door de grond dan, Ghilene. Dus je hebt het nog even intern aangekaart? Angela, nou, wat ik zei: ik zag het pas heel laat, dus het had niet zoveel zin meer. Maar de kolom die mijn collega Linda vanochtend hierover geschreven heeft, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had het zelf nog wel wat harder opgeschreven als ik haar was.